Vorig seizoen won de voetbalvereniging Katwijk alle prijzen die er te verdelen waren in het amateurvoetbal. Inmiddels zijn we alweer één ronde ver in de topklasse seizoen 2013-2014. Kortom, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ook een nieuw decor en een nieuw seizoen RTV Sport. Goedenavond, de voetballoze zomer is weer voorbij. Rijnsburgse Boys trapte afgelopen zaterdag af in de competitie op het eigen sportpark de Middelmors. Tegenstander was Kozakken Boys. En net als de afgelopen seizoenen kan ook dit keer Rijnsburgse Boys de openingswedstrijd niet in winst omzetten. Einduitslag 1-2. Katwijk wint wel. De wedstrijd tegen Terlede eindigt in 0-1. Werd er ook nog gespeeld voor de districtsbeker. Quick Boys nam het daarin op tegen Alphense Boys en verloor met 2-3. En de vrouwen van FC Rijnvogels wonnen met 0-2 van de vrouwen van FC Lisse. Oefenwedstrijd nog ten slotte. FC Rijnvogels speelde tegen Huizen en verloor met 1-0. Dat was de eerste ronde in de topklasse, maar de competitie duurt natuurlijk nog veel langer. Wat zijn de verwachtingen, de kansen en hoe zijn de vooruitzichten van de trainers? We vragen het aan Cees Bruining van Katwijk, Niek Oosterlee van Rijnsburgse Boys en nieuwkomer bij Spakenburg, Johan de Kok. Je bent landskampioen, hebben een geweldig seizoen achter de rug. Je hebt topklasse kampioen, landskampioen. Ja, vorige week de Supercup gewonnen. Ja, goed, het is alleen maar een stukje lastiger worden allemaal. Hè. Iedereen ziet je dus al, ook al zodanig. En, goed, we zijn 4 basisspelers kwijtgeraakt, er zijn er 2 voor terug. Nou, je moet eerst maar laten zien dat ze net zo goed zijn als de jongens die weggegaan zijn. Wat jonge jongens die moeten laten zien dat ze verder zijn dan vorig seizoen. Plus het feit dat de tegenstander allemaal 110% gaat brengen. Dus het zal zeker niet makkelijk worden. Na een jaar als afgelopen jaar is het een beetje hoogdravend om dan al van het kampioenschap voor dit jaar te gaan praten. Er wordt weliswaar een beetje gefluisterd in die richting, maar dat is niet de doelstelling die wij hebben. We willen in ieder geval beter zijn dan vorig jaar, dat moet. En daarnaast, als je bovenin zo lang mogelijk mee kan spelen, en dan heb ik het over een positie van de eerste 5, eerste 7, dan denk ik dat wij tevreden moeten zijn. Wordt dat ook geaccepteerd door de kritische supporters? Die fluisteren over het kampioenschap. Dus dan heb je elke week weer dat robbertje te vechten met al die supporters die meer willen? Ja, maar ik ga niet met iedereen vechten. Dat heeft geen zin. Dat gaat toch ook zijn weerslag krijgen op wat de spelers terug gaan krijgen? Nee, maar die hebben deze doelstelling die wij kenbaar hebben gemaakt, die kennen zij ook. Dus dat is voor de spelers hetzelfde als voor mij en voor de hele club. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd in de selectie danig omlaag is gegaan. En volgens mij ben je gelouterd als je de leeftijd van Kevin hebt, 34. En we hebben een hoop jongens in de leeftijdscategorie 26, 27 jaar. Dus dan heb je nog wel even wat neer te zetten. Ik bedoel, Rijnsburgse Boys kiest bewust voor spelers waarmee ze een elftal kunnen vormen die er gelijk staan. En niet een elftal wat in de loop der jaren opgebouwd moet worden. Ja, dat is inherent aan de leeftijdscategorieën die ik daarnet noemde. Als je 6, 27 jaar bent, dan heb je het eerste stukje van wennen en bewijzen. En dat heb je een beetje achter de rug. En dan kom je op je best, hè, om het zo maar te zeggen. En, dus vanuit dat oogpunt hebben we wel bewust voor die leeftijdscategorie gekozen. Eigenlijk is er een hele nieuwe sfeer ontstaan binnen de vereniging die positief is. De supporters zijn positief over de voorbereidingen en over het nieuwe seizoen wat er aan gaat komen. De selectie is helemaal nieuw, dus die is ook helemaal onbevangen eigenlijk begonnen in het nieuwe seizoen. En de trainers, we hebben ook een nieuwe assistenttrainer. Ook daarin is wat verschuiving plaatsgevonden. En is iedereen met een hele nieuwe insteek het nieuwe seizoen ingegaan. En dat hopen we heel lang vol te kunnen houden. Ik denk dat we het bekende rijtje natuurlijk al weer hebben. Na Spakenburg de IJsselmeervogels. Wat natuurlijk zegt dat ze behoorlijk verbeterd zijn. De traditionele ploeg, Rijnsburg, heeft denk ik een meer dan uitstekende selectie. En Hardenberg en GVV hebben ook weinig verloop en versterkt. Dus ja, die zullen ook absoluut mee gaan spelen. Noem je er 6, mag ik een 7e noemen? Barendrecht? Ook daarin zal de breedte weer belangrijk worden, denk ik. Barendrecht staat altijd heel erg goed in de organisatie. Kunnen echt de tegenstander het een hele moeilijke middag bezorgen. Hebben wat meer moeite als ze zelf het spel moeten maken, als ze zelf
goals moeten maken of wedstrijden ja, als zij de favoriet zijn. Dus ja, dat zullen ze wel meegaan maken dit seizoen. Ook ploegen tegen hun zeggen van hier heb je de bal, zoek het maar uit. Ja, en dan is het afwachten hoe Barendrecht daarmee omgaat. Opvallend is de naam Kevin Westmaas. Vorig seizoen kreeg hij te horen dat hij mocht vertrekken. Uiteindelijk is hij toch weer aan jouw selectie toegevoegd. Wat is er gebeurd? Mocht vertrekken, dat zeggen we eigenlijk nooit zo specifiek tegen spelers, om het zo maar te zeggen. We hadden tegen Kevin gezegd van joh, hou er rekening mee, Jordi Stroker, jonge jongen. Hij heeft vorig jaar veel gevoetbald op de linksbackpositie. Als je daar de concurrentie mee aan moet, ja, die heeft al een jaar topklasse achter de rug. Nou, Kevin heeft zich daarin vastgebeten en heeft gezegd van ja, die concurrentie ga ik aan. En hij heeft eigenlijk een goede voorbereiding gespeeld. Ook een beetje het geluk gehad dat hij de druk niet had van Jordi, omdat Jordi nog steeds geblesseerd is. En hij heeft zich gewoon goed laten zien. En dat wordt beloond met het feit dat hij morgen gewoon gaat starten. Ja, maar aan het eind van het seizoen was wel afscheid van hem genomen. Hij zou toch weggaan? Ja, hij zou zelf weggaan en hij was aan het kijken en hij heeft ook met verschillende clubs gesproken. Maar hij had zoiets van, ja, ik heb het eigenlijk toch wel heel erg naar mijn zin bij Rijnsburg. En het liefst blijf ik eigenlijk gewoon in Rijnsburg om te laten zien dat ik wel degelijk in Rijnsburg 1 kan komen. Het belooft een leuk, gezellig seizoen te worden. Ik denk dat dat een veel leukere competitie gaat worden als de Jupiler. Van alle spelers in de regio is bekend Kees Piertol. Vorig jaar werd hij met 26 goals de topscorer van de topklasse. Inschatting, gaat hij dat dit seizoen weer doen? Als hij zich zo weet te manifesteren in het seizoen als dat hij nu in de voorbereiding gedaan heeft, dan gaat hij dat zeker weer halen. De eerste 4 jaar heb je bij Rijnsburg Sports gewerkt met voorzitter Kees Driebergen. Vanaf dit jaar is dat Ad Hendriksen. Hoe gaat het de relatie tussen jou en hem? Ah, ik ken Ad al heel erg lang, van vroeger al. En dus wat dat betreft, Kees is natuurlijk zo'n markante man. En Ad begint aan een hele zware klus. En zo'n Kees is natuurlijk moeilijk te vervangen, maar ik denk ook niet dat hij dat wil. Hij is een slimme man. En dus wat dat betreft, die moet je ook even de tijd geven om zijn weg te vinden in het Rijnsburgse. Hij komt natuurlijk zelf niet uit Rijnsburg. En dat was natuurlijk een grote pre van Kees, hè, want iedereen kent Kees op het dorp. En als ze hem niet kennen, zorgt hij er wel voor dat ze hem leren kennen. Dus ja, dat is wel mooi. Maar Kees is gelukkig nog vaak op de club, want die hoort wel bij ons, vind ik. Er zijn meer die in de competitie deelnemen en die ook een kans maken om een kampioenschap. Maar Johan de Kok zegt, de burgemeester van of Katwijk of Spakenburg kan in mei zijn deur opengooien. Ja, die kans is heel erg groot, ja. Ik denk dat als dat niet het geval zou zijn, dat we kunnen spreken van een verrassing. Kortom, de verwachtingen zijn hoog gespannen in de gemeente Katwijk en Spakenburg. Nou, dan moet er natuurlijk wel gewonnen gaan worden. Bijvoorbeeld aanstaande zaterdag. Katwijk speelt dan voor het eerst thuis op het eigen sportpark De Krom. Na midweekse bekerronde en KNVB bekerronde wordt er volgende week weer gespeeld voor de competitie in de topklasse Katwijk. Eerste thuiswedstrijd op De Krom tegen Excelsior Maassluis. En Rijnsburgse Boys gaat op bezoek bij FC Lisse. Dan wordt er ook gespeeld voor de districtsbeker. Quick Boys neemt het daarin op tegen Forum Sport. FC Rijnvogels speelt tegen Ajax zaterdag amateurs. En Valken 68 speelt tegen het tweede van Rijnsburgse Boys. De vrouwen van FC Rijnvogels tenslotte spelen voor de districtsbeker tegen de vrouwen van RCL 2. Tot zover dan deze eerste aflevering van RTV Sport van dit seizoen. We zijn er vanaf nu elke maandagavond. Natuurlijk zijn we er ook op radio. Vrijdagavond van 7 tot 8 en zaterdagmiddag van 2 tot 6 met natuurlijk veel live voetbal. We volgen de clubs uit Katwijk. Kijk eens op onze website ook sport.rtvkatwijk.nl en blijf ons volgen op Twitter. Volgende week maandagavond, dan zijn we terug met de voetbaltafel. Voor nu een fijne week en tot volgende week maandag. We'll be right back.